Voorzitter, als er nou iets geen discussie heeft opgeroepen, dan is nou juist het staatsrechtelijke politieke element van het koningschap. Er zijn een aantal problemen geweest die daar stuk voor stuk niets mee te maken hebben. De incidenten, als ik ze zo mag noemen, hebben niks met dat deel te maken. En nogmaals, wij zien ook in ieder geval in de zaken die zich voorgedaan hebben geen enkele aanleiding om die discussie te starten. Als we het hebben over wijzigingen, ik heb er net eentje genoemd, dan kunnen we ons voorstellen dat dat gaandeweg werkendeweg speelt. We vinden ook dat daarvoor ook de nieuwe koning, laat ik zeggen, betrokken moet worden. En we hebben destijds gezegd, wij vinden niet dat we voordat de wisseling heeft plaatsgevonden een principiële discussie over het koningschap zou moeten plaatsvinden. Nogmaals, we hebben die afweging gemaakt en we staan er nog steeds achter. Meneer Brinkman. Ja, voorzitter, ik wil graag even terugkomen op het puntje belastingen. Ik heb een hekel aan symboolpolitiek en ik heb toch een beetje de indruk dat de VVD hier weer opnieuw wil opperen daarvoor. Even voor de duidelijkheid, ik zou meneer Van Beek willen vragen. U wilt niet successierechten, u wilt niet omzetbelasting, daar waar de belastingbetaler daar profijt bij zou hebben als dat wel het geval is. Maar u wil wel praten over inkomstenbelasting, maar dat moet dan gebruteerd worden. Met andere woorden, de mate van inkomstenbelasting die het Koninklijk Huis zou moeten betalen, die moet naar vanant opgeteld worden bij de toelagen, zodat ze er niet netto op achteruit gaan. Dat is volgens mij datgene wat u in uw hoofd heeft. Dus voorzitter, ik zou willen vragen, wat is dit? Dat kunnen we toch gewoon bij het oude laten? Want even voor de duidelijkheid, als dat zo gaat zoals u dat zou willen, dat betekent dat er weer een belastingman moet aangesteld worden. Want de koningin gaat natuurlijk niet haar eigen belastingformulieren invullen. Dat betekent dat de belastingbetaler er grosso modo zelfs nog op achteruit gaat. Ik zie alleen maar nadelen van uw symboolpolitiek. Dank u wel. Nou, dan moet je het niet steunen. Nee, ik steun het ook niet. Ik wil een netto gewoon bedrag. Gewoon betalen. Voorzitter, waarom steun? Het zal helder zijn dat ik het absoluut oneens ben met de heer Brinkman. Als ik het heb over dit onderwerp, dan heb ik het over bruteren. En niet over voor de helft verlagen. Dat kan je ook op een andere manier doen. Tot slot, het tweede is, pardon. Ik begrijp werkelijk niet wat omzetbelasting ermee te maken heeft. En het derde punt, op het moment dat ik het heb over belastingbetaling, dan heb ik het ook over successierechten. Maar dan praat ik alleen over successierechten in de sfeer van privé en niet in zaken die met het koningschap te maken hebben. Meneer Brinkman, tot slot. Ja, maar voorzitter, wij praten nu anno 2009 over mogelijk betalen van belasting. Men heeft gewoon decennia lang geen belasting betaald. Dus ja. Waarom zou men nu gewoon niet kunnen zeggen, u betaalt over uw huidige toelagen gewoon normaal belasting. U heeft al het profijt gehad dat u al die tijd geen belasting heeft betaald. Dus ja, dan verdient u netto misschien iets minder. Maar even voor de duidelijkheid. We hebben het nu over de component, de A-component zijnde de toelages. We hebben het nog niet eens over de personele en materiële component die meer voor de koningin meer dan 4 miljoen bevat en waarin uitgaven zit die u gewoon van uw salaris moet betalen. Voorzitter, we hebben heel recent gesproken over de wet financieel statuut. Daarin hebben we de afwegingen gemaakt over het niveau. Die wet is in stemming gebracht, die is mede met steun van de PVV tot stand gekomen. En nu pleit mijn collega voor halvering van het inkomstenbestanddeel. Ik steun dat niet, ik ben consequent. Dat laat onverlet dat ik liever naar een situatie toe willen waar we niet meer met bruto, of niet meer met netto uitkeringen werken, maar met bruto uitkeringen. Voorzitter. Nee, echt niet. Dan moet u, gaat anderen met u meetellen. Meneer, u vervolgt de betoog, meneer Van Beek. Goed, dus dit onderwerp zou ik graag nog eens met de minister-president willen uitdiepen. De VVD maakt zich zorgen over het aanzien van ons Koningshuis. De laatste tijd zijn er te veel zaken aan de orde die dat aanzien aantasten. Ik kom nu niet meer terug op de stichtingen die gehuisvest waren in het paleis om belastingconstructies te verzorgen. Maar het moet mij van het hart dat dit soort zaken toch kunnen worden aangemerkt als blunders. De ministeriële verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de minister-president.
Maar uit een aantal formuleringen blijkt dat hij niet altijd voldoende op de hoogte wordt gehouden. Daardoor wordt het ook wel erg moeilijk om die verantwoordelijkheid te dragen. Wij kunnen niet anders doen dan onze pijlen richten in de richting van de minister-president. Hij zelf zou moeten regelen dat de randvoorwaarden worden gecreëerd om de ministeriële verantwoordelijkheid materieel in te vullen. Ministers die in de pers lekken dat leden van het Koninklijk Huis niet erg meewerken, dragen op hun beurt weer niet erg bij aan de goede verhoudingen. Minister-president, er is werk voor u aan de winkel. In de richting van het Koninklijk Huis en in de richting van de leden van het kabinet. Ten aanzien van het vakantieproject van de kroonprins in Mozambique heeft de VVD vanaf het begin een duidelijk standpunt ingenomen. Het is een privéproject en wij blijven er buiten. Twee randvoorwaarden hebben we echter wel gesteld. Ten eerste moet het niet zo zijn dat de belastingbetaler via een omweg de rekening krijgt gepresenteerd. En daarbij merken wij hogere kosten voor bijvoorbeeld bewaking aan als privékosten. Ten tweede mag de prins geen schade oplopen omdat beschadiging van de prins ook het Koninklijk Huis gaat. Tot onze verbazing hebben wij recent een brief ontvangen van de minister-president, waar ons werd medegedeeld dat er afstand is gecreëerd tussen de prins en het vastgoedproject door daar een stichting tussen te plaatsen. Daarover heeft de VVD-fractie een aantal vragen, voorzitter. Hoe groot is die afstand tussen de prins en het project? Als er problemen ontstaan bij de ontwikkeling, neemt de prins dan aan het eind van toch alles weer over en wordt hij automatisch eigenaar van het vastgoed? Welke onderzoeken heeft het kabinet laten doen om tot deze constructie te komen? Heeft het kabinet informatie getrokken via bijvoorbeeld geheime diensten of andere informatiebronnen? Waren deze adviezen per saldo positief of werden risico's gesignaleerd die het kabinet uiteindelijk genoodzaakt hebben de prins te adviseren om op grotere afstand te blijven? Voorzitter, de VVD is het erbij eens dat de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister-president niet geldt ten aanzien van deze stichting. Maar die verantwoordelijkheid blijft er volop jegens de prins. Hoe heeft de minister-president geregeld dat de prins zich ook feitelijk onthoudt van betrokkenheid bij de ontwikkeling van het vastgoedproject? De minister-president vergelijkt deze constructie in zijn brief met de werkwijze die gehanteerd wordt door ministers met zakelijke belangen. Dat lijkt ons een interessante vergelijking. Maar ook daar geldt dat een stichting geen camouflage mag zijn voor voortdurende betrokkenheid van de betreffende minister. Hoe heeft de minister-president geregeld dat er in formele en in materiële zin een eind is gekomen aan de betrokkenheid van de prins bij het project en daarmee ten aanzien van zijn eigen betrokkenheid, dat wil zeggen die van de minister-president? Voorzitter, tenslotte meldt de minister-president in de brief dat de minister van Justitie de kosten voor de beveiliging van genoemd project verantwoord vindt. Dat is een formulering die ook bij de VVD de wenkbrauwen doet fronsen. Onze formulering was iets helderder. Wij vinden dat de extra kosten, bovenop de normale kosten, moeten worden aangemerkt als privé. Op enig moment zal het kabinet, voorzitter, daar de Kamer in alle helderheid moeten informeren. En daar wou ik het in de eerste instantie bij laten, want het lampje brandt.